Ga nu iets doen wat of heel goed kan aflopen of vreselijk fout. We gaan nu vanaf hier in de trampoline naar de airbag. Ik heb steeds een beetje hoop gegeven. Go! Oh, nice! En nu moet het wel met een dubbel geüpt worden. Dit is hem, Cookie Fool. Oh, Mel, gericht duidelijk dood. Hallo dames en heren en welkom bij een gloednieuwe Lars Peters Zondag. De serie op mijn kanaal waar jullie bepalen wat ik ga doen. En vandaag een derde aflevering van de engste sprong opzoeken in een park. Jullie vonden het zo vet, jullie hebben gevraagd of ik het nog een keer wil doen. Maar dan niet zomaar in een trampolinepark, maar in een turnhal, namelijk Schimmixel. Vandaag is Schimmixel alleen een klein beetje anders. Met een enorme groene airbag achter ons. En daarvoor een trampoline. En daarmee kunnen we denk ik wel een hele speciale enge sprong opzoeken. Vind jij dit nou een tof idee? Geef deze video vast even een like. En laat me in de comments weten in welk park ik de engste sprong moet gaan opzoeken. En laten we even gaan opwarmen vanaf die trampoline in de airbag. Je krijgt één poging om warm te worden. Eén poging om warm te worden. Gaat dat lukken? Gaat dat lukken jongens? Laat het achter in de comments. Wat wordt Melchior's warming up trick? Niks. Dit stelt me dus echt heel erg teleur. Hier word je totaal niet warm van ook. Oké, Lars, jouw beurt om warm te worden. Wow! Wat doe jij nou? Denk Rudy in? Ja, jij denkt Rudy in. Oké, maar dat was niet de bedoeling. Okay, Mel, je krijgt refunds, omdat je net niet echt iets moois deed. Hij ging bijna dood. Ik was een beetje eng bang. Je moet dit misschien niet doen. Het is niet veilig. De eerste twee sprongen van deze video deelden best wel uit wat deze video ons gaat brengen. Ja. Dat is voor jou heel slecht. Ja. Ongeveer. Maar we gaan wel door. We gaan door. Hey. Oké, dus spring vanaf hier in de trampoline en dan moet je met één sprong dubbele salto maken naar de airbag. Ja. Dat moet je wel even verbeteren. Hey, clean. Het scheelde niet veel. Nee, je was echt wel dicht bij de rand. Maar ga er lekker. Niet meer doen. Oh. Flippers! Het duurt echt extreem moeilijk. Ja. Laten we het met gainer doen. Wat? Ik ben ook echt niet goed in gainer. Nee! Dat is echt fair. Wil jij het proberen? Ik weet het niet, man. Als iemand die dan denkt, laten we het gewoon doen. Ik moet even kijken. Je krijgt 20 euro als je het nu first try doet. Dat is meer dan dat hij heeft, dat is best veel. Ja, het is inderdaad best wat. Ja, is goed. Oké, okay, nou zet hem op. Yes, ik heb niet arm gewonnen! Timo, wat durf jij je, denk je? Ik ga wel dood. 30 euro als je het nu first try doet. Oh shit, dat is één! Nee, dat ik dacht, doe het wel. Dat is geen 30 euro. Challenge stop! Hey, jawel, anders ben ik straks blut. Jongens, jullie moeten mijn video's meer kijken, want anders kan ik dit soort dingen echt niet gaan doen. Gewoon, kijk alles. We gaan nu iets doen wat of heel goed kan aflopen of vreselijk fout. Meestal is het de linker. Nee, vandaag gaan we voor de positiviteit. Oké. Okay. We gaan namelijk deze trampoline ongeveer hier neerzetten. Dan springen we van daarboven in de trampoline en dan in de airbag. Dat is een geniaal slecht plan. Okay, laten we dat gaan doen! We gaan nu vanaf hier in de trampoline naar de airbag. In één sprong? Nou ja, dat is wel de bedoeling. Let's go dan. Zo eng. Ik heb steeds een beetje hoog gevreesd. Maar Timo, je moet gewoon in de airbag landen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Wow! Let's go! Let's go! Ja! Oh, nice! Maar nu moet het wel met een dubbel geüpt worden. Nou, Lars. Ga je gang. Nogmaals, doe dit niet na als je hier komt. Dit kan ook niet nagedaan worden. Doe het ook niet na als je hier niet ook komt. Ook niet half nadoen. Gewoon niet doen. Nice! Ja, ik durf geen dubbel, denk ik. Let's go dan. Oké. Okay. Is kapot, ik wil dubbel side doen. Ja, ik durf geen dubbel, denk ik. Ik wil jullie allemaal horen! Ja! Oh! Lekker dan! Iemand landt er maar eventjes eerst. Mag ik zonder shirt? Ja, ook zonder broek graag. Underwear power, Jesse, waar ben je? Jesse, waar ben je dan? Jij moet dat. Jij moet die ook doen. Ja. Ik kan toch helemaal niks. Normaal praat ik Nee, maar dat is altijd al zo. Jullie kunnen daar niks van bestaan, maar normaal ik kan support Engels. Het underwear power. Wat zeg je? Ik kan support het underwear power. Ga je dat naakt ernaast staan. Underwear power. Hey, ja hoor, sick. Oké, nu met de pool.
Ga je nu met Chucky Fool doen? Ja. Eerst gaat Superman. Ja! Oh, oh, wacht. Oh, Mel ging echt bijna dood. Wow. Gast, als je daar naar beneden was gevallen. Dit is al super gevaarlijk en jij houdt ook gewoon je sok aan. Fijn. Ik wou zeggen, niet doodgaan. Wat een nee. Oh, bedankt Lars. Tookie Fool. Voor de Peterfans. Peterfans. Dit is hem, Tookie Fool. Ja hoor, en landen. Mees, doe je mee? Kijk, dat is leuk. Dit mag je nooit nadoen als je hier komt. Maar het doel is om uiteindelijk vanaf deze trampoline in de foampit te springen. Wat? Zo, en dan ga je zo en dan. Ja, dat weet je makkelijk. Oh, easy toch? Easy. Hey, laten we eerst dit voor de laten we even voor de feeling eerst deze sprong pakken. Nice. Woe! Melchior, je moet me niet teleurstellen, graag. Ja. Melg! Niet teleurstellen betekent niet teleurstellen. Jongens, ik wil echt niet angstig overkomen, maar ik denk dat Melchior deze video doodgaat. Dit eindigt met een dode Melchior. Wil je anders even hier zitten dat ik ga? Ik denk dat het heel slecht is namelijk, om jou verder te laten gaan. Ik sla deze even over. Ja, jij bent te goed voor die. Oh. Zo! Jongens, wat er nu aan de hand is, Lars die wil heel graag dubbel doen en de jongens die twijfelen of dat een goed idee is. Ik zet hem wel voor jullie. Ja, maar die van jou van net ging niet zo goed, hè? Nee, de eerste ging niet goed, maar ik doe wel gelijk dubbel, want het lijkt me beter. Oké, die was sketchy. Maar, ik had het wel gedaan, nee. Nu is het jullie beurt. Oké. Jeetje mees, 3 meter naar voren. Gast, ik zette zo raar af. Ja, dat zag. Ik zakte door mijn benen. Maar ik dacht, ik moet Lars' video tof maken, dus ik doe het gewoon. Ik ben zo blij dat Mees nog leeft. Ja, nu ben jij. Is het een heel goed idee om dit Melchior te laten doen? Ja, doen. Oké. Doe Chucky. Oké, eerst een setje, omdat jij nog niet hebt gedaan. Don't try it at home, kids, tenzij je een trampoline thuis hebt. Nou, dan ook niet hoor. Jouw setjes zijn zo sketchy. Ik ben heel erg af hoe dit gaat aflopen. En je bent zeker niet de enige. Kom Melchior. Oh, dat is. Timo houdt het niet meer. Oh, Melch, het was gewoon een dubbel front. Ga een triple doen. Nee, Melch, nee. Als jij triple doet, van daar naar daar, dan echt, dan hou ik het niet meer. Je moet ingrijpen, Melchior. Je moet nog niet dood. Nou, doe ook maar dan. Oké. Kom op, Melchior, kijk niet! Voordat Melchior dit gaat doen, ga ik jullie nog even vertellen dat je dit nooit na mag doen. En dat wij ook zeker weten wat we doen. We trainen elke dag, we weten precies wat we kunnen en wat we niet kunnen. En natuurlijk is dit een groot risico, maar Melchior kan het, want hij heeft dit soort dingen al vaker gedaan. Dus houd het even in je achterhoofd. Maakt het allemaal heel grappig en het lijkt alsof het allemaal gewoon gebeurt. Maar we denken hier goed over na. Ik heb mezelf even ingedekt voor als je wel sterft. Zo Melchior, dit is voor jou, deze is voor jou. Oeh, Melchior! What the fuck, gast? Holy shit! Jij moet 100 euro geven zo, hè? Holy shit! Nee, triple front van die tramp naar de map. Triple front van die? Ja. Dus jullie zijn aan het opwarmen. Nee, we zijn nu wel warm. Melchior, jij mag even niet meer meedoen. Ik heb Boos in jouw plaats genomen. Dat is goed. Jij hebt geen jouw punten zijn op vandaag. Spring hier, spring in die, gainer naar de map. Alright. Netjes. Woep! Oké. Hij is ook in de kerk. Oei! Dat was jouw beurt. Oei! Enzo, jouw beurt! Enzo! Yo! Oei! Let's go! Netjes! Enzo, deze doe je ook mee. Nee, dit is niet goed voor mij. Oh! Nee. Oké. Hey, dat was hem. We gaan nog even level uppen, dubbel fools. Oké, jij kan dubbel fool. Jij doet ook mee. Ik kan geen dubbel fool. Ik kon nauwelijks één. Je moet gewoon zenden.
Nee. Ik zei toch dat het een slecht plan was? Ik dacht echt dat hij ging landen. Laten we het opeens... Toetie Fool doen. Mijn laatste challenge. Salto eroverheen. Oh, naar de rand, daarachter. Dat is een goeie. Niet op de rand. Dat is geen goeie. Tenzij we echt dood willen. Hoe meer we doen, hoe slechter het gaat. Dus Mees, jou de eer. Dit is de laatste challenge van de dag. Oké, okay. Ja. Nee. Maar dan is het nog niet fout gegaan. Nee. Oh. Vond je deze video nou leuk? Geef me even een like en vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en het kanaal van de boys. Want ze hebben lekker geholpen. Doe het ook nooit zomaar na, want ik zie de teamhouders nog een beetje in shock van wat in deze aflevering gebeurd is. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Like, abonneer en tot de volgende keer. Moet ik even een standaard ding houden? Dat is wel leuk erbij. Dat is wel leuk eigenlijk. Doei! Timo! Dit mag jij een keer doen voor mijn kanaal. Op de camera zeg je doei en dan... Ja. Ja. Doei! Ah.